In de vroege ochtend van vrijdag 11 oktober is het uitgestorven in de Assendorpenstraat in Zwolle. Iedereen slaapt, ook de bewoners van de huizen boven en naast de pizzeria. Maar kijk even goed. Rond 4:15 in de nacht loopt iemand vanaf de parkeerplaats naar de ingang van de pizzeria. De zaak is gesloten, dus wat heeft deze persoon hier te zoeken? Nou, er wordt een ruit ingegooid. En dan gaat het een flinke stap verder. Er wordt namelijk iets brandends naar binnen gegooid. En dan snel wegrennen. Of toch niet? Een brandend voorwerp wordt nog snel van de grond opgeraapt om vervolgens naar de parkeerplaats naast de pizzeria te rennen. Daar wordt het brandende voorwerp weggegooid. Als de brandstichter uit beeld is, laait het vuur in de pizzeria op. Bewoners boven de zaak worden wakker van geschreeuw. Ze zien dat hun hele kamer vol rook staat. Gelukkig kunnen ze op tijd buiten komen. Jennifer, de schade was dus zo groot dat de pizzeria nog altijd dicht is. Ja, dat klopt. En dit gebeurde op 11 oktober. En de verwachting is dat de zaak nog wel tot halverwege december dicht zal blijven. Dus dat betekent voor zo'n ondernemer natuurlijk een enorme inkomstenderving. Nou, we hebben beelden van na de brand. Alles binnen in de pizzeria heeft rook- en roetschade. En dat zal dus allemaal vervangen moeten worden. En er stond vlakbij de ingang ook een scooter die vlam heeft gevat. Ja, al met al is het dus echt een enorme schadepost. Ja, gelukkig is hierbij niemand gewond geraakt, want boven de pizzeria wonen gewoon mensen. Ja, en dat maakt ook wel duidelijk hoe gevaarlijk dit is geweest. En daarom willen we ook zo snel mogelijk weten wie hiervoor verantwoordelijk was. En we realiseren ons dat de beelden niet heel duidelijk zijn. Toch hopen we dat iemand meer weet over de dader of over deze brandstichting. En waarom is dit pand in brand gestoken? Speelt daar iets? Nou, daar krijgen we graag informatie over. We kunnen iets meer van de verdachte zien als er een brandend voorwerp van de grond wordt opgepakt. En daar is te zien dat de brandstichter een helm draagt. Help ons mee om deze persoon te vinden. Brandstichting is namelijk een ernstig misdrijf. De maximale gevangenisstraf die hierop staat is 12 jaar. Als daarbij iemand in levensgevaar wordt gebracht, loopt dat op tot 15 jaar. En komt iemand bij zo'n brandstichting om het leven, dan kan er zelfs een levenslange gevangenisstraf worden geëist. Dus daarom nemen wij deze zaak ook hoog op, ook al zijn de beelden in dit geval niet van zo'n hele hoge kwaliteit. Laat deze brandstichter er niet mee wegkomen en geef je informatie door. Heb je iets opgevangen over deze brandstichting? Misschien is er over gesproken of weet je meer over mogelijk motief. En ook als je in de buurt woont en camerabeelden hebt waar die brandstichter op staat, bel dan de tiplijn. Het nummer is gratis en uiteraard kan je ook informatie anoniem delen. Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Bel M staat helemaal los van de politie. Jouw gegevens, zoals jouw telefoonnummer of jouw naam, blijven daar gegarandeerd geheim.